We hadden het er al over. Steeds meer ouderen laten hun huisarts weten: als ik het coronavirus krijg, wil ik niet naar een IC in het ziekenhuis. Brenda Ott is kaderhuisarts ouderengeneeskunde in Zeist en bestuurder bij de Landelijke Adviesgroep Eerstelijns geneeskunde voor Ouderen. Welkom. Uw praktijk zit onder een verpleeghuis, hè? Verzorgingshuis. Verzorgingshuis, ja, dat klopt. Ja, wij staan daar los van, maar we hebben daar dus ook veel patiënten die daarboven wonen. Ja. We zijn allemaal overvallen, hebben we gehoord. En niemand heeft dit ooit eerder meegemaakt. Wat is de zaak of de ervaring die u het diepst getroffen heeft de afgelopen weken? Ja, de afgelopen week trof me heel erg een mevrouw in mijn praktijk, die in het verzorgingshuis woont, waar haar zus ook woonde. Want ze is afgelopen weekend overleden aan de gevolgen, meest waarschijnlijk, van het coronavirus. En het verliep enorm snel. Het was echt 4, 5 dagen waarin ze overleed. En wat ik heel heftig vond, was dat ze door de huisarts adviseerden van: hou afstand. Terwijl juist zo'n sterfproces iets is waarbij je naasten gewoon heel dichtbij wil zijn. Dus de eenzaamheid hierin, dat sterven dan van die zus. Daarnaast ook ging deze mevrouw gelijk in quarantaine na het overlijden. En was er ook nog een bezoekregeling waardoor de kinderen, dus eigenlijk zeg maar de kinderen van haar zus, haar ook niet mochten bezoeken. Dus de zus die in leven bleef, ja, die is dan ook totaal eenzaam. Ja, inderdaad. Dus dat intense verdriet, dat trof me heel erg. En wat je natuurlijk ook ziet in het buitenland, het is dat mensen alleen zijn als ze die infectie hebben. Precies, in het ziekenhuis liggen. Dat hoor je nu natuurlijk heel veel in IC liggen, geen bezoek kunnen krijgen. Ja. Vrijdag las ik dat sommige ouderen in Noord-Holland gebeld worden, ook in andere provincies, door huisartsen met de vraag wat ze willen doen als ze besmet raken met het coronavirus. Mm-hmm. Thuis verzorgd worden of op de intensive care. Ja. Wat hoort u voor verhalen van mensen die op leeftijd zijn? Ja, mijn praktijkondersteuner belde deze mensen af. Dus normaal zou ze daar naartoe gaan. Zou ze een visite doen, maar dat doet ze nu natuurlijk zoveel mogelijk met bellen. En ze vraagt dan vooral ook hoe het met ze gaat. En ook wat ze nodig hebben. Hè? Want er zijn ook wel initiatieven om hulp te bieden aan ouderen. Maar ook stelt ze de vraag van: stel dat u geïnfecteerd raakt, wat zou u dan willen? En dan is haar ervaring dat eigenlijk de kwetsbare ouderen die ze tot nu toe heeft gesproken, dat die eigenlijk unaniem zeiden, op misschien één enkeling na, van: dat wil ik niet. En dat was vooral ook aan de beelden die ze zien op televisie, van de buikligging. Maar er zijn ook mensen die zeggen van: nou, als het mijn tijd komt dat ik mag gaan, dan is dit misschien ook het moment dat ik mag gaan. Niet naar een IC. Ja. En hoort u dat alleen van uw praktijkondersteuner, of denkt u dat zijn dat verhalen die je in het hele land hoort? Ik heb het van het hele land, weet ik nog niet. Daar heb ik nog niet de tijd voor gehad om dat te inventariseren. Maar wel van een paar huisartsen met wie ik gesproken weet ik dat zo verloopt. En dit zijn gesprekken over behandelwensen die wij normaal ook voeren met kwetsbare ouderen. U vertelde net over dat wat u meest getroffen heeft. Die oudere mevrouw die overleed aan corona. Maar dat weet u ook niet zeker, want er is geen test gedaan. Klopt. Hè? Ja. Ja. Zijn er veel mensen, denkt u op dit moment, die overlijden in Nederland, ouderen, waarvan je kunt zien, de symptomen zijn coronasymptomen, maar we weten het niet zeker. Die dus ook niet in de statistieken terechtkomen van het RIVM. Ja. Ja. In mijn praktijk in de afgelopen twee weken 2 mensen, 2 ouderen, waarbij ik sterk. Dus of de symptomen waren heel duidelijk. Bij kwetsbare ouderen kan het ook wat aspecifieker verlopen. Zo zijn er ook niet. Van mijn collega's in Limburg heb ik begrepen dat ouderen ook gewoon in een paar dagen heel erg kunnen verzwakken. En misschien af en toe zich wat koortsig voelen of even een koortspiek hebben. Maar dat ze verzwakken en dat ze eigenlijk stoppen met eten en drinken. En dat zijn natuurlijk de niet herkenbare symptomen. En aan de andere kant is het ook. Het is natuurlijk het vervelende is als je niet kan testen, is dat je ook niet als arts goede ervaring kan opdoen. Ja. Zoals onze vorige gasten zijn. Maar u staat in de frontlinie als huisarts natuurlijk. Ja. Dus uit alles wat u zegt blijkt eigenlijk dat de statistieken die wij krijgen, de cijfers die wij krijgen, dat die misschien wel veel hoger liggen, maar we weten het niet. Ja. Ja. Dat geloof ik zeker, absoluut. Ja. Ja. Terug naar het verhaal wat u net vertelde, dat veel ouderen kennelijk zeggen van: ik wil niet naar die IC. Maar dan is de vraag, wat dan wel? Ja. Ja, dat was mijn enorme zorg. Vorig weekend zat ik achter mijn laptop en na een enorme hectische week met het sluiten van de voordeur van de praktijk. Dat is nogal wat. Ja, want dat betekent ook dat je moet zorgen dat er geen slachtoffers vallen buiten de coronacrisis om. Hè. Ik denk maar aan iemand met klachten van een hartinfarct of een blinde darmontsteking hè, die ernstig is. Dus we hadden een enorme hectische week en ik zat in het weekend en dacht van ja, wij zijn nu aan het praten met onze ouderen. En die geven aan dat ze niet naar de winnen willen worden opgenomen in het ziekenhuis, maar dan moeten we ze wel andere zorg kunnen bieden. En ja, in de afgelopen jaren is natuurlijk bekend dat het heel moeilijk is om zorg te vinden voor mensen. De thuiszorgorganisaties zijn vaak overbelast. En door de marktwerking in de zorg zijn ook er verschillende kleine thuiszorgorganisaties. Zelfs in Zeist weet ik niet wie er nou precies zijn. Ja, ik weet er wel een aantal. En er zijn een paar waar wij veel mee samenwerken. Maar er is een enorme versnippering. Dat is een afschuwelijk scenario wat u schetst eigenlijk. Want stel voor mensen komen in die situatie. Ja. Dan is de kans ook nog heel groot dat er geen hulp is. Ja, precies. En daar maak ik me enorm veel zorgen over. Dus als die mensen dan besluiten om niet te worden opgenomen in het ziekenhuis, dan moeten we ze op een andere manier hulp kunnen bieden. Heeft u een idee? Ja, ik vind het initiatief voor een zorghotel, hè, wat eigenlijk losstaat van een verzorgingshuis of een verpleeghuis, vind ik heel erg mooi. En er zijn natuurlijk hotels die nu grotendeels niet gebruikt worden. En bij mij in de omgeving van heel dichtbij is ook een huisarts geweest die ruim een week geleden het plan opvatte om een zorghotel op te zetten. En vanuit eigenlijk de hospicezorg. Dus het idee kwam vanuit het hospice bij ons in de buurt. En dan een zorghotel waarbij we zowel ouderen die stervende zijn, die dus nu thuis wonen en die stervende zijn, maar ook ouderen die bijvoorbeeld de genezende zijn van de ziekte. Dan weten we natuurlijk ook nog niet hoeveel ouderen dat zijn, of die uit het ziekenhuis komen en die nog erg verzwakt zijn, waardoor ze niet naar huis kunnen, dat die daar zorg kunnen krijgen. Ja, dat is een idee, maar kan zo'n plan ook gerealiseerd worden? Want je hebt niet zomaar zo'n ruimte ter beschikking natuurlijk. Iemand moet hem ter beschikking stellen. Ja, nou, wij hebben dus in de buurt een locatie. En ja, er zijn natuurlijk... Wat heeft u gevonden? Een hotel? Een hotel, ja. En daarnaast denk ik aan een ander plan van... Kijk, de thuiszorg had al een onvoldoende capaciteit van medewerkers. En ik maak me natuurlijk ook wel zorgen dat de thuiszorgmedewerkers komen bij heel veel kwetsbare ouderen. Hebben tekort aan beschermende middelen, hè, dus kunnen het ook heel makkelijk van de ene als zij zelf besmet zijn, wat ze ook niet altijd weten. Omdat klachten mild zijn, kunnen ze het van de ene naar de andere ouder overbrengen. Maar er is sowieso, dus de thuiszorgmedewerkers die kunnen besmet raken, ze raken overbelast. Er is een tekort aan beschermende middelen in de thuiszorg. En daarom denk ik eigenlijk aan het plan om een pool te hebben van zorgverleners. Het liefst natuurlijk ook die ervaren zijn, ook in de palliatieve zorg. En die misschien ook wel nageschoold worden, die herintreders zijn. Maar een pool die zorg kunnen bieden aan bijvoorbeeld in dat zorghotel of aan de mensen thuis. Want... Het doet eigenlijk een oproep dus aan mensen die thuis zitten, dit zien en denken van goh, daar zou ik zou mijn kwaliteiten hier, mijn diensten kunnen inzetten. Ja, precies. En dan denk ik van hoe fijn zou het zijn als huisarts, of voor ons huisartsen, als er dan bijvoorbeeld voor de provincie Utrecht bijvoorbeeld een centraal nummer is wat ik kan bellen. En waarbij we binnen 12 uur het liefst zorg kunnen leveren vanuit een pool die er is. Wie zou dat kunnen regelen, zo'n centraal nummer? Heeft u daar al een gedachte over? Nee, dat nog niet over nagedacht. Nee. Wie dat zou kunnen doen, maar het is ook een oproep. Ja. Misschien aan mensen die de handen in de mouwen steken en niet naast elkaar gaan staan, maar dit moeten we samen aanpakken. Ik zag gisteren een reportage bij het programma 1Vandaag. Daar ging het ook over ouderen die de huisarts aan de lijn hadden gehad en die waartegen gezegd werd, in dit geval, u bent op leeftijd. U heeft een ziekte die waarschijnlijk, als u het coronavirus krijgt en u gaat naar een IC, dan overleeft u dat niet. En we moeten u dat nu alvast vertellen. En die mensen waren geschokt daardoor. Ja. En met name een kleindochter die zei van dit kan toch niet. Ja. Dit is toch heel verschrikkelijk dat dit nu verteld wordt. Ja. Het leidt ook tot dit soort situaties dus. Ja, maar dat is ook celle, ton, kivela, muziek. Natuurlijk de manier waarop je het bespreekt. En het voordeel bijvoorbeeld van onze praktijkondersteuner en ook van mij is dat ik al eerder de gesprekken heb gevoerd. He, dus zo denk ik nu even aan een meneer waarbij ik in, in december meneer met dementie en zijn partner met de zonen bij het gesprek gevoerd over behandelwensen. Hè, wat vooral ook belangrijk is als mensen wils onbekwaam worden. En dat heb ik heel duidelijk vastgelegd in het dossier. En wat ontzettend fijn is, dat wij tegenwoordig door het landelijk schakelpunt... dat is een manier waarop huisartsen die van de huisartspost... die ook te maken krijgen met die ouderen... die kunnen ook dat door het medisch dossier inzien. En dat is nu enorm belangrijk. Hè? Ja. Wij zorgen dat ook al die ouderen met wie wij gesprekken voeren... de kwetsbare ouderen, we letten er al heel erg op... maar dit is eigenlijk een dubbelcheck... om te zorgen dat ook op de huisartspost bekend is wat behandelwensen zijn. En als ik nu even denk aan het echtpaar... waar ik in december dus een uitgebreid gesprek hierover heb gehad. Het vervolg is nu geweest dat afgelopen week mijn praktijkondersteuner... daar ook naartoe gebeld heeft. En nou, natuurlijk hoor daarbij een praatje. Hè, van, dat ze ook even hun hart moeten luchten, daar heeft ze ook de tijd voor... En zij kent die mensen, zij kent het echtpaar ook... maar dat ze vervolgens ook kan vragen van... stel dat u nu besmet gaat raken, wat zou u dan willen? En dan, kijk, dan hoef je verder ook niet meer te vertellen... als iemand zegt, ik wil absoluut niet een IC-opname. En als iemand misschien zegt van, nou, dat zou ik wel, dat wil ik wel... Hè, dan kan ik als huisarts ook met die ouderen gaan praten... en zeggen wat er, hoe de kans daarvoor is. Ontzettend bedankt voor uw komst hier. Ik wens u heel veel succes met dat initiatief, met dat hotel wat u opzet. En de lijn zal er ook komen. Ja. Uw beroep is radicaal veranderd, dat is wel duidelijk. Zoals dat blijkt uit alle gesprekken die we aan deze tafel vandaag hebben gevoerd. Bedankt voor uw komst. Ja. En wat heel belangrijk is, van, ik voel de hete adem van wat er nu in Brabant is... die voel ik in mijn nek. En ik wil liever dat wij 2 stappen vooruit lopen dan op de feiten achter. Duidelijk. Dank u wel voor uw komst.